Bij technische bestuurskunde krijg je in het derde jaar de ruimte om praktijk met theorie te gaan koppelen. Door de invoering van de minor, dat is in je derde jaar, het eerste half jaar, kan je zelf kiezen wat je dat half jaar gaat doen. Dus je kan eenvoudig naar een half jaar naar het buitenland om daar vakken te volgen. We hebben een uitgebreid netwerk van internationale universiteiten, vaak ook de topuniversiteiten in Europa, in Amerika. En de regel is wie dat wil, die kan dat gaan doen. Maar je kan ook een stage gaan doen in het buitenland. Veel mensen maken van die mogelijkheid gebruik, want het is een kans om internationale ervaring op te doen. Wij doen mee in een netwerk waar wel 25 Europese topbedrijven aan meedoen. En we zijn daardoor in staat om onze studenten bij zo'n bedrijf stage te laten lopen. Aan het eind van mijn studie technisch bestuurskunde ben ik stage gaan lopen bij Unilever. Dat was eigenlijk ontzettend leuk, veel leuker dan ik had verwacht. En ik ben zelf ook zo aan mijn baan gekomen. Ik heb stage gelopen bij Berenschot, was mijn afstudeerstage. En volgens ben ik daar in dienst gekomen. En ik denk dat dat voorbeeld ook al geldt voor meerdere studenten. Als ik om me heen kijk, dan zijn ook veel mensen via allerlei praktijkcases uit hun studie juist terechtgekomen bij een werkgever. Dus ik denk ook dat de studie een goede opmaat is naar een carrière daarna. Ik heb zelf een vak gekozen waarbij ik een eigen bedrijfje uiteindelijk heb opgestart. Dat is een van de mogelijkheden ook hier. Yo, Sander. In deze gang zitten heel veel kleine kantoortjes waar heel veel kleine bedrijven zitten om een ding te doen. En hier ook en boven zit ik. In ons bedrijf hebben we een ontwerp voor een flexibele buisleiding. In de olieindustrie gebruiken ze nu alleen maar stalen buisleidingen. Dus een flexibele buisleiding van kunststof vezels kan heel veel voordelen bieden ten opzichte van de buizen die nu gebruikt worden. Een eigen bedrijf beginnen is ten eerste heel leuk en heel leerzaam. Samen met 8 andere studenten dat doen is ontzettend mooi. En daarnaast, wie weet wat het zal brengen, zorgt nog voor mijn broodwinning.